Olivia, heb jij zin in de bruiloft? 100%! We gaan de bruidsjurk halen en dan gaan we heel veel de stad in. Sander is vandaag gekidnapt. Hij wist letterlijk helemaal niks. Toch, want dat mogen jullie wel zien. Ik heb zo weinig laten zien qua teasers. Dat mag wel. Hey, welkom bij een nieuw vlog. Hoi. We zijn vandaag in Berlijn. Daar is Naomi. Naomi, say hi. Hey, hey. Hi. En we zijn hier voor de About You Fashion Week. We gaan nu naar die show toe. En dit is onze laatste trip tot de wedding. Dus daar zullen jullie deze week ook heel veel over gaan horen. Dus kijk gezellig mee. Doei. Good morning, guys. Ik ging even kijken of het scherp was. Ik heb alleen in Berlijn even de opening gevlogd van de vlog. En nu zijn we weer thuis, zoals jullie kunnen zien. Ik ben dus gisteren met nat haar gaan slapen. Dit is hoe mijn natuurlijke haarstructuur is. Normaal kam ik het altijd, dan veun ik het een soort van recht. Maar dit is... Het ziet er echt niet uit volgens nu. Dit is mijn natural hair. Het is echt een beetje... Ik weet niet. Mariette zegt al tegen mij dat als ik de curly hair met het zou doen, dat ik echt hele bizarre krullen zou hebben. Maar zoals jullie zien, er zit zoveel krul in mijn haar. Echt insane. Ik realiseerde mij net. Which is... Het begint echt allemaal zo echt te worden. Aangezien we over een paar dagen gaan trouwen. Wacht, ik moet even uit. Dat dit de laatste vlog is. Zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben. Tot de wedding. Dat is toch echt bizar. Dat gewoon na deze vlog zijn we gewoon getrouwd. Ja, er komt uiteraard ook wel een wedding video online. Ik ben echt zenuwachtig als ik erover na ga denken. Maar a few days guys. And it's the day. Dus very excited. Mochten jullie eerder alles willen zien over de wedding, volg me dan op Insta. Daar deel ik natuurlijk alles ietsjes eerder dan voordat de video online is van de Bachelorette. De Bachelorette. Zo, ik ben delusional. Ik zit toevallig net te denken dat ik morgen de Bachelorette video eigenlijk wil posten of overmorgen. Dat dat misschien wel leuk is. Alleen, ik heb gewoon totaal nog niet de beelden teruggekeken. Dus ik weet helemaal niet of het leuk genoeg is om de Bachelorette... video's posten. But we'll see. Ik ga me klaarmaken. Dan ga ik heel veel een haartreatment doen. En dan moet ik nog drie samenwerkingen shooten vandaag. En dan vanaf morgen, it's gonna be a chill time. Dus ga ik echt, ik moet nog, nou, ik kan niet eens vertellen wat ik allemaal nog doen voor die wedding. It's echt een mess. Anyways, ik ga je gewoon meenemen in de laatste dagen van de wedding voorbereidingen. En the last road to the wedding. Oké, guys, ik heb mezelf eventjes een klein beetje klaargemaakt. Ik heb gisteren een facial gehad. Ik ben met Sander in de auto trouwens. Hi, dat ben ik. Ik vind echt dat mijn huid hier echt van opknapt. Zie jij dat ook of niet? Maar jij vraagt aan mij of je vindt dat jij er goed uitziet. Nee, niet goed uitzien, maar dat mijn huid ziet er heel gezond uit. Zou ik zeggen? Nee, kijk eens goed. En ik ga dus nu via Kerastase, heel leuk, ga ik een hair boosting treatment doen voor de wedding. Dus healthy hair at the wedding. Dus ik zal jullie zo even meenemen. We gaan eerst even lekker een Starbucksje halen, because we need a lot of coffee. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb er wel zin in, even lekker chill zitten en even mijn haar treaten. Ik krijg best wel veel vragen ook. Sowieso. Laatste jaar heb ik sowieso veel vragen gekregen over hoe het kan dat mijn haar weer best wel vol en gezond is. Nou, je ziet nu letterlijk niks. Mijn haar is letterlijk ontploft. Omdat ik natuurlijk eerst extensions had en mijn haar helemaal dood was. Maar kijk even. Mijn haar is trouwens ook helemaal nat nog. Oké. Great example. Maar goed, ja, ik zal straks even daar iets meer over vertellen. En ik ga dus nu weer een treatment doen.
Very nice. Oké, ik ben aangekomen en ik heb dus nu net een treatment gedaan van Kerastase. We zijn mijn haar nog aan het feunen. Maar je kan dus ook thuis doen en het voelt zo gezond aan. Ik zal even laten zien welke, want je hebt dus een aantal waar je uit kan kiezen. En zij hebben gekeken wat het best bij mijn haar past. En deze die past het beste bij mijn haar. Ik heb ook een before en after foto gemaakt, die daar heb je eigenlijk niet zo aan. Maar ik ga dus wel even laten zien welke wij vandaag gebruikt hebben. En welke er nog meer allemaal zijn. Kijk, dit zijn dus alle boosters die je hebt. Je kan dus 2 minuutjes in je haar laten doen. Het is echt zo handig. Ook omdat normaal gesproken moet je een masker best lang laten zitten. En het is gewoon echt heel fijn dat je deze er meteen eigenlijk weer uit kan halen. Dit mix je dus met elkaar en dan heb je dus een lekkere boost voor je punten of voor helemaal. Wij hebben dus voor mij naar deze gebruikt. Dat is de Fusio Dose Booster Reconstruction. Die vonden ze het best pas, maar je hebt ook voor shine en voor van alles en nog wat. Dus ja, echt heel fijn. Hello guys, ik ben weer terug van my hair treatment. Zo chill, zo lekker zacht. En nu ga ik eventjes het huis organiseren. Ik heb letterlijk van alle afgelopen trips alle bagage gewoon in de kast zo gedumpt. De kast gaat niet eens meer open. En ik wil wel dus, het gaat natuurlijk over een paar dagen naar de wedding, alles even hebben opgeruimd in huis. Want ik denk eigenlijk, ik heb het nog niet geboekt, dat we daarna meteen op honeymoon gaan. Na de bruiloft. Dus dat we eventjes voorlopig hier niet gaan zijn. Wacht, dit zet ik wel even hier neer. En ik ga nu eventjes wat last minute dingetjes bestellen voor de bruiloft nog. En even een rondje e-mails doen. En dan komt zo Olly terug uit school. Daar heb ik heel veel zin in. Wow. Mag ik een bijtje? Wat heb je die toetjes van maken? Ik vind dat zo leuk, die toet. Nee. Kijk jongen. Olivia, weet je wat ik vandaag iemand zei? Onze katten die zijn vrienden geworden. Ja. Heel chill. Dat is echt lief. Zo blij mee. Het is zo lekker om tegen een andere kat aan te liggen. Als ik naar Suiker kijk, denk ik, Suiker heeft echt een chill bestaan. Jij ligt elke avond zo tegen mij aan. Ja, dat is toch zo lekker. Zo fijn. Zo lekker zo chillen. Het was wel een beetje warm vannacht. Kan niet liggen. Oké, jij lag niet onder de deken vannacht. En dacht ik nog, waarom ligt hij niet onder de deken? Omdat ik had het zo warm. Dat is echt, ja, dat is no joke. Hey Noor, are you still alive? I'm slowly dying. Ik heb het zo druk. En het is zo, ik ben ook nerveus. Kan jij mij vertellen of jij nerveus bent? Ja, wel een beetje. Het is best... Voor de bruiloft! Ja, precies, maar schat. Olivia, mijn broer die zei tegen mij, Olivia komt te weinig in de vlogs, want die zegt dat hij altijd alleen doorscrollt naar Olivia. Dat zei oom Michiel. En dat jij te weinig in de vlogs komt. Wat vind je er zelf van? Nee, dat is echt niet waar. Dat is echt zo, had hij gezegd. Nee. Ja. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Pop, ben je schrijven! Olivia, heb jij zin in de bruiloft? 100%! Echt waar? Maar gisteren had je geen zin in de bruiloft. Niet wel! Maar waarom... Oké, vertel. Waarom had je gisteren geen zin in de bruiloft, maar vandaag wel? Omdat... Nee, is het bijna de bruiloft! Jongens, ik ga zo stuk. Sander die gaat dus... Het niet horen. Hij gaat dus bijna op zijn bachelor, letterlijk morgen. Maar hij heeft zo geen zin erin, want hij denkt dat hij iets gaat doen wat hij niet leuk vindt, maar dat is dus niet zo. En hij zit tegen mij aan het schudden dat hij geen zin heeft. En ik heb zo'n zin om zijn reactie te zien. Het wordt echt geweldig. Ik ga even de vaatwasser uitruimen. Oké, guys. Sander is inmiddels weer terug. Wij hebben dus een tijdje geleden iets gedaan. Wat echt mega leuk is. En dat gaan we jullie nu laten zien. Understatement. Wat we gedaan hebben. En we hebben dus nu de uitslag gekregen. Die gaan we nu kijken. Maar eerst gaan jullie de voorbereidingen ervan zien. Oké, guys. Sander is inmiddels weer terug. Wij hebben dus een tijdje geleden iets gedaan. Wat echt mega leuk is. En dat gaan we jullie nu laten zien. Understatement. Wat we gedaan hebben. En we hebben dus nu de uitslag gekregen. Die gaan we nu kijken, maar eerst gaan jullie de voorbereidingen ervan zien. Oké. Jongens, onze spiegel is weg achter ons. Zo sad. Wij gaan dus iets heel leuks doen. Heb je al gezegd? Heel even iets anders.
Wij zeggen dus 's ochtends tegen elkaar, we gaan naar de winkel. Dat is, zo abstract een idee, maar wel heel leuk. We gaan dus iets heel leuks doen. Wij wilden het al heel lang doen, dus we hebben het nu aangeschaft. En we gaan een DNA-test doen. Dat wilden we allebei heel graag doen. Leek ons gewoon, een vriend van mij had het al gedaan en het leek ons gewoon echt super leuk om te doen. Dus wij hebben nu deze DNA-test hier liggen. Dat gaan we allebei doen. Ik ben zo benieuwd ernaar. Wij hebben ze van, dat is zeg maar een beetje de meest bekende en betrouwbare van MyHeritage DNA. Sowieso de grootste. Het is MyHeritage, maar dan, dit is dan specifiek DNA. Ja. En DNA, weet je wat DNA is? Nee. DNA is zeg maar de unieke code van hoe jij samengesteld bent. Dus waar je vandaan komt. En ik ben er dus achter gekomen dat als je zeg maar elk mens helemaal tot in zeg maar de core onderzoekt van waar of wat ze vandaan komen, dat er dus klaarblijkelijk rond Indonesië een paar eilanden zijn, en Afrika en zo, waar we dus allemaal vandaan komen. Dat is toch bizar? Dat is heel bizar. So we're all one family. Nee, dus dat gaan we doen. Eigenlijk moet ik nu een muziekje doen. Huh? Eigenlijk moet ik nu een muziekje doen. One family, we're all together. Ja, dus wij gaan het vandaag testen. We hebben hier de twee kits van MyHeritage. En MyHeritage is eigenlijk de grootste testing service in Europa. En heel vaak, ik dacht zelf, en ik had het een keer bij de Kardashians al gezien, dat Khloe haar DNA ging testen. En ik heb altijd in mijn hoofd dat het dan best wel veel gedoe is. Maar je kan het dus letterlijk bestellen en thuis doen. Ik zal hieronder even een linkje posten naar MyHeritage. Je kan het in 2 minuutjes gewoon thuis doen. En ja, het is niet meer zo complicated. Dus dit zijn de instructies. Even kijken. Oh, we moeten even wachten. Biohazard. For best results, do not eat, drink, chew gum. Dat heb ik allemaal gedaan. Dus we moeten even wachten een half uurtje met het doen. Oké. Maar dat is wel goed om te weten. Dit is de activation reminder. Oké, dit is dus het sampletje. En dit zijn denk ik de swabs, toch? Ja, hier zit het in. Amazing. Dus je kan, voor degenen die hier niet bekend mee zijn met dit soort testen, je kan daardoor dus weten waar je vandaan komt. Dus zeg maar bijvoorbeeld Nederlands, misschien Duits bloed. Heel veel Nederlandse mensen hebben natuurlijk ook Duits bloed. Van alles en nog wat, Scandinavisch. Nou, wij zullen wel veel Nederlands en Duits hebben, maar het is gewoon heel leuk om op deze manier feitjes over jezelf te ontdekken die je anders niet te weten zou komen. Nou jongens, dan is nu het moment daar. Let's unbox this. Even kijken, je hebt een swap. 2 swapjes. Lijkt wel een coronatestje. Maar het zegt lijkt wel een coronatest, alleen deze zijn dus niet zo vervelend. Je moet het gewoon in je keel doen. Ja, yeah, true. En dan hier ga je ze denk ik in doen. Het is ook echt bizar. Vroeger had ik echt niet geweten hoe dit moet, maar omdat ik nu zoveel coronatests heb gedaan. Hier zit dan nog dit in. Gaan we dat doen. Kijk, hier staat dus dan helemaal alle stappen. Het ziet er ook echt heel tof uit. Het ziet er heel leuk uit. Ja, heel nice. Echt gewoon... Cadeautje. Cheek swap. Dit is ook een leuk cadeautje voor mensen. Dit is, ik heb iemand die kennis dit laatst cadeau gegeven. Dit is echt leuk. Maar ik vind het ook zo'n origineel cadeau, want het is echt boring om soms andere dingen te geven. Vooral iemand die alles heeft. Het is gewoon grappig om die een DNA-test te geven, je vader of je moeder. Het is echt lachen. Oké, het staat heel duidelijk uitgelegd per stap. Dus je moet hem even activeren. Oké, tell me, wat moet ik doen? En dan gaan we wat dat zo doen. Even kijken, de eerste naar openen. One cheek swap. En use the swap head to scrape the inside of one of your cheeks. Okay, moet cool. Je roteren 30 tot 50 of 60 seconden. Ja. Dat is oké. Okay. Nou jongens, wij gaan het doen en gaan onze resultaten opsturen en ja, ik ben echt heel benieuwd. Ik vind dit zo leuk, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om dit proces te zien. Leuk. We nemen dit nu dus eerder op, dus ik denk dat we dan straks misschien onze resultaten erin gaan zetten. Oké, here we go. We hebben hier de hele dag al zin in, maar we gingen even wachten tot Olivia sliep met dit doen. We hebben dus de uitslag gekregen van ons DNA-test. Ik ben echt... En voor iemand oprecht, weet je wat ik dus heel tof vind? Dat wij gaan trouwen en dat we het nu weten. Ik weet nu eindelijk met wat ga ik eigenlijk trouwen. Ja. En waar komt dit vandaan? En wat voor bloed gaat er door deze aderen? Dit is zo leuk om als cadeau te geven. Ik kan echt niet wachten om dit binnenkort aan iemand te geven. Als bijvoorbeeld cadeau. Als je gaat trouwen. Ja, maar altijd leuk. True. Het is gewoon een origineel cadeau. Ja, en voordat wij naar de resultaten gaan kijken. Als je de code Queen of Jetlags gebruikt, dat hebben we even voor jullie geregeld. Mocht je het willen proberen. Met code Queen of Jetlags krijg je gratis verzending. Dus dat is natuurlijk super leuk. Wil je het bestellen? En ik zal hieronder even een linkje zetten. En wij gaan dus naar ja, die van ons kijken. Wat denk jij dat mijn uitslag gaat zijn? Duits. Engels.
Ik denk oprecht, zeg maar, kijk, jouw vader komt uit Maastricht, je moeder komt uit Den Helder. Het zou best kunnen dat er ergens bij je moederskant misschien een visser is die, zeg maar, ergens misschien iets etnisch heeft opgepikt. Mm-hmm. Zeg maar een soort 5% uit de west of uit de oost, sorry. En dan, kijk, als je naar Maastricht kijkt, dan zou je ook kunnen denken, nou, Duitsland, Belgisch misschien, weet je wel? Mm-hmm. Frans misschien? Ja. En ik? Ik denk misschien Scandinavisch. Viking. En Nederland. Een Viking? Nederlands. Viking. Oké, ik ben echt zo zenuwachtig. Zullen we het doen? Dus eerst jou of eerst mij? Eerst jou, ja? Ik wil eerst jou doen. Oké. My heritage. Het is my heritage DNA. Even kijken, gaan we hier inloggen? Ik had hier die 5K. Nee, dat is deze. Oh ja. Ik vind het echt. Oké, wij gaan de ontdekkingen even bekijken, jongens. Oh my god. We zijn natuurlijk echt heel ver gegaan, hè, met deze. Want dus je voert echt de namen in van je hele stamboom. Dus moeder. En ze gaan dus best wel diep in je DNA. Stamboom. Oké. Oh mijn god! Ik heb goed gegokt! Ja. Hoe heb ik goed gegokt? I don't know. Oké. Nou ja, dus dan weten jullie dat we het net gedaan. Sander... Hey, maar ik zei het ook. Dat, ja. Ja. Sander heeft 2 etniciteiten, 5 genetische groepen. En het is dus 3/4, 75% Noord- en West-Europees en 15% Scandinavisch. Ja. Wat grappig dit. Ik ga helemaal stuk. Oh, je kan ook familieleden kijken naast de familie die een DNA-test hebben gedaan. Er is waar je DNA-testen DNA-matches wonen. Ja. Dat is ook heel erg leuk om te zien. Dat is in Nederland en Verenigde Staten bij Sander. Oh jongens, jullie moeten dit echt gaan doen. Oké. Wel goed dat je... Oh my god, gewoon, ik ben gewoon Zweeds. Ja, maar dus ook... Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Utrecht. Ja. Groningen, Drenthe, Friesland. En Duitsland. Nee, ja, absoluut. 100%. Totally en Duitsland. Ik wil mij nu niet zien. Nederland, Scandinavisch. Ja, dit is best een groot procent, hè? Percentage. Ja. Ik ga helemaal stuk. Wat grappig. DNA hulpmiddelen. Oké, zullen we nu mij niet doen? Ik moet dit mijn vader vertellen ook. Ja, tuurlijk. Je moet alles doorsturen. Ja, ga ik doen. Ja, ik... Oké, we gaan nu dit van mij doen. Oh my god, I cannot wait. Ik denk echt dat je Frans bent. Nee, ik echt niet. Ik denk Duits en Nederlands. Ik vind je vader ook Frans. Met een lang gezicht, weet je wel. Denk je Duits en Nederlands? Ja. Oké, let op. Het is gewoon heel erg... Ja, maar dat is op zich wel Europa. Ja. Ik denk dat bij mij dit heel groot is. Engels. Oh my god. I'm a fucking Brit pipe. You're British. I'm a British pipe. What is going on? Een groot percentage. But seriously? Maar ik heb hier 4 genetische groepen. Jij hebt hier 2. Oké. Well, there we go. Okay. So basically your family was kind of... Oké, dus 73% Noord- en West-Europees. En 26,3% Engels. I'm a British pipe. Weird. Ik heb helemaal Engels gezegd, staat op camera. Ja, we hebben het allebei goed gezegd, dat is ook raar toch? Bizar. Nederland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland, Utrecht. En ook best wel specifiek, zie je dat? Ja, geen Duitsland. Maar helemaal niks. Jij wel. Ja, true. You're German. Ja. Engels. Ik ga helemaal stuk hierover. Maar dan ben ik wel benieuwd waar het Engelse DNA vandaan komt. Van je moeder of van je vader. Oh kijk, mijn neef heeft dit ook gedaan. Zie je dat? Interessant. Dat is bizar. Hè? Wat grappig, wat leuk om te zien. En ook gedeeld DNA. Dat is toch helemaal fantastisch. Dat is stuk. Ik ga helemaal stuk. Zo, ik ga mijn moeder nu bellen. Hey, deze ken ik ook. Echt? Waarom hebben alle familieleden van mij dit gedaan? Ik ga helemaal stuk. Ja, dit is de broer van mijn oma. Fantastisch. Daar heb ik 2% dat mee. Mm-hmm. Ah, die ken ik niet. Die ken ik ook niet. Allemaal derde graad niet. Dat heb je allemaal niet. Het is ook bizar dat zoveel van mijn familie dit gedaan heeft. Ik ga helemaal stuk. Oké. Zo bizar als je dan zegt, stel dat je gewoon iemand tegenkomt die een hele goede vriend van je is. Die in één keer verder familie lijkt. Nou, het verbaast me wel dat mijn neef en zo dit allemaal ook gedaan hebben. Oh, leuk toch?
En ik ga zo stamboom kijken. Oké, wij gaan ons even helemaal hierin verdiepen, jongens. Dit heel leuk. Ja, ja, het is echt fijn. En dat dat goed is. En ons ook bellen. Sowieso. Heel bizar. Ik ga het niet eens dus ik zal even, mocht jullie het leuk vinden om te doen, hier de linkjes eronder achterlaten. En dan moeten jullie maar even checken. Wij gaan ons hierin verdiepen. Ik wil ook kijken bij mij of ik... Ja, ga ik doen. Waar kan ik tot doen? Later. Good morning, good morning, good morning. Waarom is het scherm rood? Ik snap het niet. Oké, wacht. Ja, dood. Good morning. Ik middag eigenlijk al. Polly is ook al uit school. Ik ben even perspakketten aan het openen. En, oh mijn god, voordat ik het ga doen. Bibi is hier. En Bibi heeft twee opties qua jurken binnen die ze met de wedding aan gaat doen. En die gaat ze nu aan ons laten zien. Oké, ik ga het niet laten zien. Ik heb net mijn wenkbrauwen gelamineerd. Zien jullie het? En ik heb geen make-up op, dus ik zie er een beetje wankel uit. En ik heb mijn wimpers zwart geverfd. Dus dat zien jullie waarschijnlijk. En ik zit nu in de bureau. Hallo? Why is it not working? En ik ga naar... Oké, dus ik met Fief en Stef eet. Heel gezellig. Maar ik ga niet met één hand rijden, dus ik zie jullie zo daar. Ik ben gezellig bij Kay met Stef en Fief. Heel gezellig, pardon, met Fief. Ja, zo. Hi, Stef. Hey. Jullie moeten ook Stef door vlogs kijken. Oh, thanks voor. Zoek Stef samen. Maar waarom niet die van mij? Jij vlogt toch niet meer? Zeker wel. Dat is echt niet waar. Echt wel, vanaf volgende week weer birthday vlog, alles mooi. Echt die birthday gevlogd? Ja, tuurlijk. Oh. Tuurlijk. Oké. Dit is Kay er. Dit is Kay haar nieuwe huis. Kijk hoe mooi. Echt mooi. It's very pretty. Ik ben er niet. En daar is Kay. Ik ben er even niet. Kijk hoe leuk Kay haar beddengoed. Vanaf volgende week te koop. Vanaf volgende week te koop. Nee, het is echt zo cute. En ik krijg deze ook. Hoe heet het ook alweer, Kay, dat merk? Dindi. Dindi. Gingy eigenlijk, zeg. Very cute. Dit is Kay wat ze waarschijnlijk op één avond aan gaat doen bij de bruiloft. En deze doen Kay en ik aan. Nee, die doen jullie niet aan. Waar ga ik doen als Yves? Dat kan toch niet? Dus meer over de rest dan mijn jurk. Ja, dat gaan wij doen. Dat mag niet. Om jou te pesten. Nee. Dat ga ik filmen. Dat wordt je volgende vlog. Noors bruiloft verzieken. Ja. Wedding crush. Schat, je moet dat nooit die kant op doen, hè? Dat weet je. Good morning, guys. Ik heb het gevoel dat ik zo vaak hier sta als ik aan het vloggen ben. Maar dan ben ik me altijd aan het klaarmaken, dus dan heb ik tijd. Hoe heet het? Vandaag, er was natuurlijk één ding wat nog niet gebeurd was voor de bruiloft. En dat is vandaag gebeurd. Namelijk, Sander is vandaag gekidnapt. Hij wist letterlijk helemaal niks. Ik ben echt gewoon trots op mezelf dat ik het zo goed heb verborgen gehouden. Sander is vandaag opgehaald voor zijn bachelor. Door zijn vrienden. En ik wist dus niet precies wat ze gingen doen. Ze zijn dus naar Bilbao. Tenminste, ik weet eigenlijk wel precies wat ze gingen doen. Maar wat ik niet wist. Ze zijn naar Bilbao. Ze gaan daar eten en allemaal leuke dingen doen. 2 dagen. It's me. Alleen thuis. Met Olly en Bibi. En jullie. Dus ik kan tegen jullie lekker wild aan gaan praten. Maar ik wist dus niet echt heel vet. Dat ze dus met privévliegtuigen gewoon gingen vliegen naar Bilbao. Echt zo'n coole verrassing. Dus dat zijn ze aan het doen. En ik heb vandaag echt met mezelf afgesproken dat ik het huis een beetje ga opruimen. En ik moet nog wat samenwerkingen shooten. Dus dat ga ik ook even doen. Vandaar dat ik even een klein beetje make-up op doe. En ik ga mijn kledingkast even organiseren. Ik probeer dus, mijn wenkbrauwen mogen dus niet vies worden. Want... ik heb gisteren die wenkbrauwlaminatie, heet dat zo? Lamineren? Lift, weet je wel, gedaan. En dan mag je 24 uur je wenkbrauwen niet nat laten worden, maar ik heb gisteravond laat gedaan. Hoe laat is het? Ja, dus dat moet nog wel even, daar moet nog wel echt even afblijven. Dus ik probeer ook geen foundation of zo erop te doen. Ja, dus dat is wel echt super leuk. En mag ik eigenlijk, ik heb mijn wimpers gisteren dus, wimpers? Ja, mijn wimpers heb ik gisteren. Maar nu twijfel ik dus
of ik... Of ik wel mascara mag wachten op. Oh my god, guys. Bibi is uit school. Die is hier. En we hebben net even de Bachelorette vlog gekeken. Die is dus nu al online. Dus als je die nog niet gezien hebt, ga die dan even checken voordat je deze vlog checkt. En dat was echt leuk, hè, Bibi? Ja. Om te zien. Zoveel FOMO. Met je FOMO nu? Bibi heeft net een glas wijn gedronken en nu is ze doodmoe. Hi. Maar ik kon niet meer. Because it's for driving. Oh ja, dat mag natuurlijk niet. Mag maar één glas. Waarom zit je zo ingesmoed? Ik ga zelf maar even praten. Horrible. Ga maar voor de wedding even praten. Are you also so excited as me? The wedding. Doe dan een duimpje omhoog. Wat? De wedding video wordt ook epic. Ja, daar kan ik echt niet op wachten ook. Wordt zo leuk. En ik krijg zometeen volgens mij mijn laatste outfit binnen. Die was bezorgd op kantoor. Dus die komen zo meteen eventjes wat mensen brengen. En dan heb ik alles. Ja, je hebt het al compleet, hè? Ja. Maar ik denk wel dat ik nog gewoon wat jurkjes die ik sowieso heb ook mee ga nemen. Gewoon voor foto's. Dat ik gewoon heel veel foto's in verschillende outfits ga maken. Ja. Verder weet ik eigenlijk ook nog niet zoveel. Vind ik wel jammer. Dus voor mij is het ook een grote verrassing. Maar ik weet zeker dat het geweldig gaat worden. Morgen ga ik met Noor mee. Oh ja, dat is echt leuk. Ja, we gaan mijn jurk ophalen. Ja. Echt leuk. Ik heb zulke korte dagen op school. Maar dat komt omdat de brugklas nu op kamp is. Voel je je ook een beetje doelloos zeker? Voel je dan een beetje doelloos als je naar school gaat? Nou ja, dan denk ik echt van ja, ik ben nu voor 2 uurtjes op school. Vandaag ook. Ik had een les, een tussenuur en dan weer les. Nou, dan denk je echt, waarom zit ik hier? En niemand had een tussenuur. Dus ik ging Norma FaceTime. Daarom ging ik jou FaceTime, omdat ik niks te doen had. Oh, niet omdat je me zo miste. Dat is wel aardig. Vind je dat ik nog naar de cover moet? Nee, maar ik wil even één voice mee doen. Je hebt echt weinig ruimte in de bureau om je hand ver weg te houden. Je kan er gewoon bijna niet allebei open dat het zo klein is. Anywho, we zitten dus in de bureau zoals jullie kunnen zien. Want we hebben nog niks van Sander gehoord trouwens. Sander is nog net. Dat is nog de beste. Wij gaan mijn wedding dress ophalen. Very excited. Diep is nog niet mee geweest, die was elke keer weg. Ja, ik had alleen alles op FaceTime gezien. Dus ik vond het altijd wel. Oh, ik heb die Say Yes to the Dress ook nog niet gepost. Die heb ik ook nog. Completely forgot. We gaan de bruidsjurk halen. Dan gaan we heel veel de stad in. Even kijken. Even shoppen. Ik heb nog even één jurk nodig. Oh my god, ik dacht dat dit een ambulance was en dat daar een leek. Gadver! Ja. Oh my god. Je kan gewoon geen goede angle hier hebben, want het moet zo van onder. Ik heb het onder. Anders kan je ons niet allebei zien. Dus en dan daarna weer Ollie halen. Ollie zei vanochtend, we gingen naar buiten, toen zei ze van het regent. Zei ze van, oh, maar kunnen we niet met de bureau? Ben jij nu boos op Bibi dat Bibi met de bureau weg is? Ze ging zo stoken. Zij zei, want anders was Bibi helemaal nat op school aangekomen. Oh. Regent het wel goed? Een heel klein beetje. Toen wij weggingen toevallig. Ja. Oké, okay, zien jullie zo. Oh, jongens, Bibi is gonna get married. Na een jaar is het wel echt tijd. Vind ik ook. Ik heb het wel een beetje analoog gehouden. Ik ben wel een beetje jong nog, maar. Best wel wat haat zou ik dan krijgen, maar. They're gonna get married. Oeh, zo leuk hier. Al die bride dresses. Ik ga even rondkijken. Hey guys, ik ben weer terug. Het was echt super leuk om met Bibi de bruidsjurk op te halen en ik ging nog 1 keer passen. Want ze hebben het natuurlijk helemaal op maat gemaakt. Dus we gingen even dubbelchecken of het zeg maar helemaal goed zat. En dat zat het. En ik vond het ook heel leuk om te zien. Daarna zijn we nog even de Kalverstraat ingegaan naar de Zara. En nog even langs Hella gegaan. En nu ben ik weer thuis. Bibi is even naar Miga.
En ik heb pakketten gehaald. Ik heb echt mega veel pakketten trouwens. Ik moet even alles gaan organiseren. Maar ik heb heel veel leuke nieuwe, een beetje herfst eigenlijk al vibe. Herfstding van Naked. En als je lekker wil shoppen bij Naked, wat ik doe in de shop zelf echt mega vaak bij Naked. Dan heb ik een kortingscode en de code is NOR20. Ik zal hem in beeld zetten en dan krijg je 48 uur 20% korting. Dus op alles van Naked, Naked mega trendy items, maar bijvoorbeeld ook op ze verkopen Levi's en Tommy en Calvin Klein, dat soort dingetjes. Kan je daar ook allemaal shoppen. Dus ik zal jullie straks even laten zien wat ik daar geshopt heb. En de linkjes daarvan ook eronder posten. Dan kunnen jullie misschien inspo op doen. En happy shopping! Oké, guys. Het eerste wat ik gekocht heb is dit donkergroene. Ik wilde heel graag een soort van donkergroen chillpak bij Naked. En ik vind de kleur heel mooi. Hij is, zoals jullie kunnen zien, groen rib. Echt heel mooi. Hij heeft ook echt een goede chille prijs. Dit zijn zelf wel echt het soort pakken die ik het meest draag in de winter en in de herfst. Nu kan je zeg maar nog wel echt een oversized gewoon jacket of zo erover doen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon met een blouse erover of eronder. Als je gewoon een leukere party, tenminste party, zeg maar drinks vibe wilt creëren. Ik vond het heel cute. Ik ga alles hieronder linken, maar jongens, dit is echt mijn fave. Dit is zo'n oversized teddy vest. Dit is zo cute en cozy. Ook met dit soort broeken vind ik het heel cute. Dit draag ik echt letterlijk elke dag om Ollie te brengen en lekker zo in te chillen met reizen en ik wat allemaal. Hij is zo lekker zacht. Ik had er vorig jaar ook een, maar deze is wel echt nog mooier en nog zachter. Oké, next up is deze top. Ik heb nu geen ketting om, maar ik denk het is echt leuk met gouden kettingen. Die had ik echt meteen gezien. En deze broek is een beetje baggy, maar ja, ik draag altijd baggy broeken. En hij zit echt ook heel flat in. Want ik heb, kijk, een 38 aan. Dus hij valt wel echt oversized. En ik vind dit ook echt een heel leuk lookje. Ik draag dit soort dingen heel vaak, gewoon lekker met mijn Nikes. Oh my god, guys. Ik doe dus net deze jas aan. Dit is zo'n oversized winterjas. Ik vind dit zo'n Hailey Bieber vibe jas. Ik heb hier echt geen woorden voor. Dit wordt echt mijn lievelingswinterjas. Ik vind het echt bizar dat deze gewoon van Naked is. De fitting is zo perfect. Ik ben echt hier zo ontzettend blij mee. Ik ga deze zeker linken. Oh my god. En dan heb ik nog dit topje. Ook heel leuk. En ik vind het ook leuk in de winter om dan zo'n trui erover te doen. En dat je dan als een soort van colletje dat blauwe ding er nog onder hebt. Ook heel erg leuk. Ik vind die blauwe kleurtjes nu ook echt geweldig zelf. Oké, dan next up heb ik een nieuwe broek gehaald met splitjes. Ik vind dat altijd heel leuk met Nikes. En dit is een beetje een soort van wat nettere broek. Maar hij is wel, ik weet niet, hij zit echt ook heel mooi. Hij maakt echt mooi slank. En ik heb nu even iets zwarts erop aan, maar daar ben ik er heel blij mee. Oké, guys. En als laatste heb ik deze mega leuk. Ik heb hem zelf een beetje oversized gekocht. Bodywarmer, want ik draag ook echt in Amsterdam, ook met het weer, denk bodywarmer zoveel. En ik vind bodywarmer zelf wel echt een vibe. Helemaal als je zo een beetje oversized doet. Ook over hoodies of whatever. En ik vind het gewoon echt zo relaxed om lekker te dragen in Amsterdam de komende 2 maanden. En ik vond het wel leuk deze beige. Dus dat was mijn laatste item. Ik hoop dat jullie de items leuk vonden. Laat even weten als je iets leuks bestelde bij Naked. Je krijgt ze met de code NOR20. Krijg je de komende 48 uur 20% korting op de hele Naked website. Ik ga nu even eten, koken en even zitten. Oké, guys. Ik heb me even omgekleed. Een soort van. Ik heb die Naked jas dus aan. Gedaan meteen. En ik heb mijn spullen gepakt. En ik ga nu naar Hella. Ik ga jullie zo even vertellen wat ik daar ga doen. Oké, guys, ik ben gezellig even naar Hella gegaan. Hi! Hi! En wij gaan zo meteen iets heel leuks doen. Wat gaan we doen? We gaan de bloemen bekijken. Voor de wedding. Voor de day. Ja. Spannend! Dus ik ga maar even een beetje vloggen, want dat mogen jullie wel zien. Ik heb zo weinig laten zien qua teasers. Ja. Dat mag wel. Oh, ik wil jou nog iets laten zien. Wacht. Oké. Wij hebben nu even de bloemen zoals ze gaan worden op de tafel gezet. Ed is er. Simons bloemen. Hè? De beste in Amsterdam. Maar dat weet iedereen al. Weet je wat ook altijd zo leuk is? Dat mensen altijd naar jou gaan als ze voor mij een bloemetje gaan kopen nu. Ja, grappig. Ja. Ik zeg, ja, maar veel vaker zit het is de norm, dan weet je het wel. Zeg, oh ja. Good
morning. Ik heb het even fysiek zwaar vandaag. Het is zaterdag en over 2 dagen gaan we naar de wedding. Het is zo bizar dat dit de laatste vlog is voordat we getrouwd zijn. Ik zou wel zeggen, als je alles wilt weten van de wedding, volg me echt op Instagram. Want voordat we de officiële wedding video gaan posten op YouTube, wat natuurlijk wel komt, zijn we wel eventjes verder. Dus als jullie alles willen weten over die day, check dan even Insta. Ja, ik heb vandaag een beetje een thuisdagje. Ik moet werken nog, helaas. En ik ga alles een beetje organiseren, inpakken en klaarleggen. Kijk, daar is mijn bruidsjurk. Daar is mijn jurk voor diner. Zoals jullie misschien wel... Nee, dat weten jullie niet. Maar de wedding duurt dus 3 dagen. Dus hier is nog een jurk. En daar hangt ook iets wat ik aandoe met de wedding. Dus ik moet even alles goed gaan inpakken en zo. Dus daar ga ik zo mee beginnen. Wellicht. Ik kan ook wel een klein kleurtje gebruiken. Dus ik ga lekker een chill dagje thuis hebben. En ik heb weer even HelloFresh. Dat is net aangekomen. Net even uitgepakt. We hebben de komende laatste 3 avonden even HelloFresh. Want ik kan echt letterlijk niet meer nadenken om naar de Abbey te gaan. Om te koken. Dus dat is wel chill. Dat we dat even zo kunnen doen. De laatste dagen. Ja. Dus ik zal jullie vandaag even in het organizing dagje meenemen thuis. Oké, guys. Het is even later. En ik heb mezelf geprobeerd enigszins een beetje op te kalevateren. In hoeverre dat mogelijk was na vanochtend. En ik ga nu lekker koken. Ik heb de HelloFresh box binnen. Ik zal hem zo even met jullie unboxen. Maar ik ga zelf eerst, ik was weer vergeten wat ik besteld had. Even kijken welke menu's ik deze week heb uitgekozen. Ja, wij hebben de laatste tijd dus ook vaak balansmaaltijden genomen. Want dan kan je een beetje letten op je calorieinname. En dat wilden we een beetje doen voor de wedding. Ik denk dat heel veel mensen ook niet weten dat je bij HelloFresh zeg maar zoveel verschillende dingen kan kiezen. Wij eten bijvoorbeeld zelf niet heel veel vlees. Dus ik kies zelf bewust vaak voor maaltijden zonder vlees. Maar je hebt dus van alles voor iedereen eigenlijk wel wat je wilt. Maar die balansmenu's zijn dus wel echt heel erg fijn. En ik heb bijvoorbeeld ook, als ik weet dat we een hele drukke week hebben, dan kies ik zeg maar voor die snel en makkelijke maaltijden. Dat je bijvoorbeeld maar 20 minuten kooktijd hebt. Maar ik vind het wel moeilijk kiezen. Ik moet even kijken wat we allemaal hebben. Ik heb deze. De enchiladas. Met kip. En dan met pen en aubergine. Oh, daar heb ik wel zin in. Aubergine roomsaus. Olivia houdt dus echt heel erg van pennen. Dus ik denk dat ik dit misschien lekker ga maken. En dit is misschien voor morgen. Dan gaat hij neer op het broodje. Zunder gehakt. Dat ook zo luxe, very good. En ik heb dus nu nog meer kortingscode dan normaal. Als je HelloFresh wilt uitproberen. Ik zal het even in beeld zetten. Mijn code is HelloNor45. En daarmee krijg je €45 korting op je eerste 3 boxen. Dat is echt, dan betaal je echt maar een hele kleine prijs voor de eerste 3 keer uitproberen. En het is gewoon echt heel fijn, jongens. Maar ja, jullie weten, ik gebruik dit al... is het. Ik denk dat ik echt een van de eerste HelloFresh gebruikers in Nederland was. Toen had ik waarschijnlijk nog niet eens een YouTube kanaal. Het is gewoon zo fijn. Want ik vind het gewoon met... Als je zoveel dingen in je hoofd hebt, is het gewoon zo fijn dat je er niet over na hoeft te denken. En daarnaast, eerlijk, ik verspil zoveel voedsel. Ik vind het echt, ben er echt niet trots op, maar het is gewoon echt zo. Ik verspil zoveel voedsel als ik zelf boodschappen doe bij de Albert Heijn. Omdat ik gewoon altijd te veel koop. En soms dan weet ik niet meer wat ik moet maken. En dan liggen de ingrediënten er. En hier is het gewoon heel duidelijk. Ik zal even bijvoorbeeld... En dit is per maaltijd, zit in van die zakjes. Ja, ik denk dat ik deze ga maken. En de ingrediënten zitten er dan gewoon los in. Zodat je gewoon lekker alles makkelijk klaar kan leggen voor het koken. Je kan zelfs eigenlijk bij zo'n grote koelkast per zakje erin doen. Zodat als je zeg maar de maaltijd die erbij hoort gaat maken, kan je gewoon het zakje eruit halen, neerzetten. Leg je de ingrediënten neer, wat ik nu ook ga doen. En dan kan je gewoon aan de slag gaan. Dus dat gaan we doen. Ik ga denk vanavond... deze pen en aubergine roomsaus maken. Die andere 2 recepten leg ik even hier. Dus ik ga even kijken wat we allemaal nodig hebben. En dan gaan we dat lekker even maken.
Oké, guys, alles staat op het vuur. Ik heb zelf alleen de, hoe heet het? De aubergine in de airfryer, want ik vind dat lekkerder. Dus ja. Oh my god, ik heb net een hap gehad. Dit is echt 10 out of 10. Dit is echt zo lekker. Oh! Ik wou dat jullie het konden proeven. Olivia is lekker hard aan het zingen boven. Guys. Oh, so excited. Jongens, dit is toch... I know, ik werk met HelloFresh, maar HelloFresh is gewoon echt pure love. Look at this. Oké, guys, ik ben boven en ik ga lekker even inpakken en dan slapen. En dan zijn we af to the wedding. Dus ja, volgende week komt er geen vlog online. Ik denk dat de wedding video over 2 weken komt. Ik heb geen idee eigenlijk hoe lang dat duurt. Maar ik heb nog wel wat andere video's. Ik heb nog de Say Yes to the Dress video. En wat hebben we nog meer? Ja, we hebben een nieuwe serie dus die we gefilmd hebben, zoals jullie weten. Die gaat van start na de wedding video. Dus er komen allemaal leuke dingen aan. En dan daarna komen, als we klaar zijn, klaar zijn. Als we getrouwd zijn. En ik denk dat we misschien op huwelijksreis gaan. Dat weet ik nog niet, na de bruiloft. Gaan we gewoon weer, zeg maar, elke dag vloggen in Nederland. Dus ja, het voelt echt raar om de vlog nu af te sluiten. Maar bedankt voor het kijken. En ja, see you on the other side.